Kijkers, het is eindelijk weer tijd voor Waddenpark World. En dit keer gaan we niet in ons park waar we heel goed in zijn. Nee, we gaan een nieuw park starten. En we gaan zelf het money collecten, want dan krijg je meer. Want anders automatic money collection krijg je namelijk minder. Maar weet je wat ik apart vind? Als je een nieuw park laat, dan heb je wel alle researches nog. Dus ik heb bijna alle researches en die behouden we wel. Maar aangezien we met amper geld starten, het gaat wel heel lastig worden, denk ik. Misschien gaan we even wat kisten bij kopen. Kunnen we hier wel YouTube Park doen? Ik denk het niet. Hij doet nog niks. Ik denk dat het zo meteen wel anders is. Nou ja, zie je? Hij is gefilterd. Maar ja, boeien. We laten het even zo. Ik heb geen zin om dat elke keer te gaan veranderen. Het kan zijn dat mijn stem af en toe een beetje lagt door de game. Vandaar dat ik ook dit doe. Dat is ook veel handiger. Dus ik heb een heel vol park en dan gaat hij misschien wel eens laggen. Gewoon een klein poeltje. Ook mag natuurlijk niet te dicht bij de ingang zitten. Ach, hij moet iets groter zijn. Maar die tutorial kunnen in principe gewoon overslaan. Zo. Ik heb, het is wel irritant dat het er blijft staan. Maar de researches die laten we voor nu nog even zitten. Want we kunnen namelijk gewoon van alles plaatsen. Want ik heb bijna alles al geunlocked. Dus het is ook wel fijn voor jullie. Dat jullie kunnen zien dat ik meteen... Hier heb je de spools. Hier kunnen we palen plaatsen. Het kost niks. Tenzij het ergens in de lucht plaatst. Hier kunnen we treinen erbij gooien. Hè, zat dit er ook al bij? Plastic was er nog niet. Folie, ik weet het niet. Ijs, corroded metal, weet ik niet zeker. Hier kan je sterren plaatsen. En hier kan je allemaal muren krijgen, allemaal palen. Allemaal niet zo interessant. Nou, dit kan je dus in de muren plaatsen. Ja, je kan het erin plaatsen. Dan gaat er automatisch erin. En hier hebben we daken. En hier... hebben we ijstals. Maar. Gaan we weer zo beginnen. Volgens mij hebben we weer een bug hoor. Ja. Mijn researches zijn weg. Ik vind het eigenlijk wel goed dat het zo is. Even kijken. Waar kon ik. Hier bij Park Management. Kan ik de game saven? Ja. Dus, wat ik wil doen. Ik wil mijn andere park gaan laden en kijken wat er dan gebeurt. Het is bij mijn broertje ook wel eens een keer geweest. Dat hij in één keer, dat er in één keer gebeurde dat zijn researches weg waren. En ging hij opnieuw inladen, was het niet zo. Maar het hoort ook niet. Of het is er nu ineens wel ingezet. Maar we gaan toch maar even dit andere park laden. Ik zet even het geluid uit. Want het kan zijn dat er in één keer copyright muziek aan gaat. Ik weet niet of het invloed heeft. Niet alles wordt bestempeld als copyright. Laden duurt zo lang, dat laden duurt zo lang. Ik hoop niet dat mijn stem gaat lekken, alsjeblieft. Oké, daar is die. Zie je? Hier hebben we alles gewoon. Maar bang bang, als ik in die nieuwe wereld ga researchen, dat die dan... Dat misschien hier de researchers ook weg zijn. Maar ik kan natuurlijk nog niet opslaan. Ik denk dat we daarop moeten wachten. Want anders gaat hij denk ik het niet doen. Nou, unload. Dat kan dan weer wel. Dat vind ik raar. Load en order park. Dan is het geluid weer aan. Laden die app. En ik wil nou mijn researches hebben. Dan kan ik al mijn glijbanen plaatsen, verdomme.
Ja, zie je? Kijk eens. We hebben alles weer. Ik wist het. Die research is nu wel uit. Ik weet niet of het zo blijft. Oh, nee. Oh, dat heb ik ook een keer gehad. Volgens mij is deze nu gecanceld. En moet ik verdomme straks weer 250.000 betalen. Ik hoop niet dat het zo is, hoor. Maar ik ben heel erg bang van wel. Dat ik weer zo lang 250.000. Ja, ik heb ondertussen waarschijnlijk wel heel wat geld, weet je. Maar ondertussen liggen hier alweer wat muntjes. Ja, we hebben de diving boards. We hebben alles al. Dus. En meneer de tutorial, ga eens even uit. Dankjewel. Echt heel erg vervelend dat er elke keer bij blijft staan. Vind ik niet zo fijn. Even kijken. Nou, laten we dan maar gewoon beginnen met de diving board. Gewoon lager. Ja, dit is echt. Ik weet, het is echt noob. Try to collect 50 money. Hij gaat toch door met die schijten tutorial. Kan die tutorial gewoon niet uit of zo? Vind ik heel apart. Maar goed, even kijken. Kunnen we glijbaan bouwen? Ja, we hebben maar 6000. Gaan denk ik niet worden. Verderstals, ja. Die heb ik al lang. Dat hebben we niet geunlocked. Dat hebben we al lang. Even kijken, waar kon het ook alweer? Nou, gewoon heel simpel. Gewoon naar de shop gaan. Hoe duur kost die hap? Oeh, het is wel pittig hoor. Hij gaat nu aan het 7, want anders gaat mijn purchase niet. Kan ik nu mijn purchase doen? Ja. Ah joh, fuck it, doe het gewoon. Gewoon doen. Ik had beter deze kunnen kopen, had ik 5000 meer gehad. Maar jammer dan. Ik ga niet al te veel Robux uitgeven. Ik heb al bijna niks meer. Ik wou het eigenlijk uitgeven voor mijn VIP service. Maar ik ben nu alweer al mijn geld zo wat kwijt. Kunnen we hem mooier maken? Nee, die is toch niet zo mooi. Boeien. Of we zetten hem gewoon, weet je wat? We zetten hem gewoon alleen de kassa neer. Ga eens even weg. Ga eens weg, tutorial. En dan kunnen we zelf iets er langs bouwen. Even kijken. Ja, we kunnen ook iets groters maken, maar dat is denk ik voor later. Ik wil maar meteen zo'n groot huis maken, dat er straks alles erin kan. Maar dat lijkt me voor nu niet echt handig. Ja, ik kan ook niet de hele tijd zo doorgaan met dat getik. Dus ik moet eigenlijk ook de hoogte instellen. Hoop dat mijn microfoon het weer even goed doet. Ik had het net weer even uit. Want en nu moet ik even een beetje eroverheen schreeuwen. Want mijn broertje die is weer aan het zingen. Heel vervelend allemaal. En dan wil ik niet in mijn opnames hebben. Want dan is het verpest. Maar mijn broertje die zet alles gewoon op. Als het verpest is. En nu moet ik zeker gaan restocken. Of niet soms. Ja, out of stock. Ik heb hem ook verkeerd om neergezet. Ik vind het heel apart, maar ze kunnen erbij. Ik heb ruimte ervoor gemaakt. Oké, watercups. Late K.O. Hard Clerks. Dat doet is voor jou. Maar nee, dat hoeven wij niet te doen. Dat kunnen wij al doen. Kijk eens hoeveel. We kunnen alles gewoon al huren, gewoon, maar dat kost veel te duur. Clerk. Die gaat dan, als het goed is. Ik heb een keertje ook 120.000 gekocht. En dan had ik alleen nog niet eens het begin van het park af. Nog niet eens het begin. Ja, ik had geen tube slide moeten plaatsen. Ik kan het nu nog geen eens plaatsen, want anders ben ik meteen mijn geld kwijt. En mijn trapdoor al helemaal niet. Dan heb ik nog niet eens geld voor de ingang. We moeten eventjes. We kunnen ook een bol slide, maar. Oh godsamme, hebben we weer geen genoeg edelsteentjes. Weer net niet, hè? Maar dat komt omdat het van glas is. Dan
neemt het weer meer in. Maar dit gaat nooit passen. En dit gaat ook nooit diep genoeg zijn. Dus, ja, dit kost weer 2000 geld. Oh, 1500 zie ik hier staan. Maar ja, we moeten een glijbaan hebben, want dat hoort in de waterpark. Oh, dan moet ik wel... Oh, ik moet wel een glijbaan gaan plaatsen dan natuurlijk. Ik heb natuurlijk geen... Ik heb net te weinig edelstenen. Heb ik aan 5 genoeg? Ook kan er 50 kopen. Nou, dan krijg ik er meteen 50. Het kost me 10 Robux. Waarom ook niet? Huppakee. Purchase complete. Ja, hoeven we ook niet per se van glas te maken. Dan kost het niks. Maar ja, boeien. We gaan gewoon een gameslide neerzetten. Oeh, we kunnen we kunnen allemaal kiezen. You need to buy more stock to build this. Oh, dat kan gewoon. Nou, purchase, alles gewoon. Tegenwoordig kan je ook sommige stukjes van de glijbaan editen blijkbaar. Voordat je hem plaatst. Dat was toen nog niet. Dus er zijn wel wat stiekeme updates geweest. Dat is meestal een beta games. Dan staat er geen eens bij dat het een nieuwe update is. Maar dat is het dan wel. Even kijken, verdien hier al wat geld? Bijna niks. Even weer dat money collecten. We moeten ook beginnen met decoraties, want anders komt er helemaal niemand in ons park. Maar ik vind hier in dit spel de combinatie van gras en steen gewoon echt heel erg mooi zien staan. Dus let maar eens even op als ik dit zo neerzet. Ik vind het er gewoon echt geweldig uitzien. Het ziet er heel goed uit gewoon. Ik kan het gewoon niet beschrijven, maar het ziet er gewoon echt heel mooi uit. Ja, mag niet, natuurlijk niet, omdat er een vak uit het park zit. Zo. Zet hem daar wel neer, ook goed. Ga een beetje verder werken met de paden. Dat is ook wel handig. Zo. Laten we hier ook gewoon meteen paden er langs zetten, langs het zwembad. Oh, dit is echt niet normaal. Dit is echt een klein plaatje voor dit alles. Oh, wat erg dit. Zo, als mensen er niet in willen, kunnen ze zo weer teruglopen. We hebben geen autocollector, dus we pakken alle muntjes zelf op. Gelukkig is ons park niet zo groot. Oh, er ligt natuurlijk allemaal troep. Ze gooit ook gewoon weer overal en nergens neer. Oké, dat betekent dat we gauw moeten opschieten. Met de plaatsen van trash... Cans. Even niet zo 1, 2, 3 meer waar die staan. Die staan hier. Oké. Bij 10 pak de koenen staan altijd in het begin prullenbakken. Maar dat is hier niet zo. Oh. Ik moet hem niet in de lucht plaatsen. Weg met je. Gaat hij die boom verwijderen? Nou, doe die boom dan ook maar weg. Out of stock. Shit, sorry. Nou, het kost ons weer geld. Het is zo vervelend. Maar we gaan een restocker huren. Een schoonmaker, dat laten we voor voorlopig nog even zitten. Jullie willen natuurlijk ook zien hoe ik zelf een glijbaan bouw. Dus, dat is ook even de bedoeling dat we dat gaan doen. Maar we hebben nog steeds geen zwembad. En als we nou dit doen, zo. Dan verwijderen we dit stukje gewoon even. Close track editor. Dan gaan we weer naar slides en dan gaan we weer naar sit water. En dan zetten we er zo nog een trap bovenop, zodat we niet helemaal zelf die trap moeten customizen. We kunnen hem nog hoger maken, dat lijkt me wel leuker. Maar dan wordt hij denk ik een beetje te hoog. En hier zo een beetje dicht. En een beetje zo recht naar beneden. En hier in één keer open. Een beetje grote bocht. We kunnen dit doen. Oh nee, we kunnen dit niet doen. Want we hebben 10 edelsteentjes te weinig. Nou, dat doen we toch maar eventjes zo.
Dit, oh, ik moet niet te ver doorbouwen. Dit wordt dan toch een beetje een veel kleinere slide dan wat ik op gehoopt had. Maar we moeten blij zijn dat we iets hebben. Dan eindigen we hem zo. Oké, jullie willen misschien ook wel weten hoe deze trechter werkt. Ja, heel veel mensen lopen terug. Want als ze tegelijk bij... Ja, ik zit in iemand, dat is misschien niet zo fijn. Maar als de mensen tegelijk voor de ingang staan, dan gaat de eentje er gewoon van weg. Want ze kunnen niet tegelijk bij de ingang staan en ze kunnen ook niet wachten. Kijk, daar gaan er alweer 3 mensen weg. I cannot find the restroom. Ja, ik kan niet alles tegelijk neerzetten, mensen. Zeur niet zo. Jongen. Ja, dit is echt gezeik, jongens. Oh, ik heb het al zo lang niet meer gespeeld. Ik weet geen eens waar die dingen staan, joh. Hier, restroom. En nou pis op een van de pispotten die er staan. En nou niet meer zeiken dat je een wc nodig hebt. Hier, showers. Succes ermee. Moeten we ook nog even wat paden voor jullie plaatsen? Omdat jullie zo stom zijn. Hier. Ze kunnen geen plaats vinden om lekker naar beneden te gaan zitten. Nou, dan gaan we een lounge chair plaatsen. Ook goed. We kunnen er geen 100.000 plaatsen, dus dat gaat ook niet werken. Even kijken. Het kost 250. Dat het 500 was, denk ik steeds, maar dat is niet zo. Zo, dit zijn er genoeg. Mijn geld is al bijna op. Zit al bijna door mijn geld heen door die kloot customers. Even kijken. Hier komt een zitplekje. En hier komt een zitplekje. En hier komt een zitplekje. Bijna mijn geld alweer weg. En we moeten ook nog naar props. Dan zetten we er even een tafel bij. En daar ook. En daar ook. Dus weer 750 money weg. En we kunnen er eventueel ook nog... Ja, we moeten een parasoltafel voor hebben. Ik wou zeggen een parasol opzetten, maar dat kan niet. Ik kan ook hier zo'n ding achter zetten. Maar ik heb hem verkeerd omgezet, dus dat is misschien niet zo handig. Kom op met die ducaten. Hier met het geld. Echt smaak. Kijk, daar ligt de fles. Daar ligt de fles. Ze pleuren alles overal neer. Nou, ik wil jullie bedanken voor het kijken. En de volgende keer gaan we natuurlijk verder met dit park. We hebben, ja, nog niet eens een start kunnen maken. Zoveel is het. Maar ik hoop jullie graag de volgende keer terug te zien. Om dit hele gedoetje af te maken. Tot de volgende keer.